in deze nieuwe video van Bolstar. We gaan even alles verzamelen, zodat we dat kunnen meepakken naar mijn schoonzus. Alles van Enzo. Ja, ik zie nog een beetje zwart uit, vooral mijn snor. Dat komt omdat ik net een video heb opgenomen, een grappige video. Dus ik doe zo eigenlijk heel veel grappige video's, dat vind ik echt wel heel leuk eigenlijk om te doen. Dus, die hebben we nodig, sok. Nu moeten we alleen nog die andere sok vinden en dan zijn we helemaal er klaar voor om wat te brengen naar mijn schoonzus. Dus dat is een beetje de bedoeling. Het is gelukkig niet te koud buiten, dus dat scheelt ook al een pak. Eigenlijk, het is goed warm vandaag. Dus, voilà. Oké, dat is zodat je die ene sok en dan ben je die andere kwijt. Ik had ze op tafel laten liggen, dacht ik. Mag ik even kijken? Want ik weet nog goed dat ik een sok had en nu heb ik er 0. Nu heb ik er nog, ik bedoel 1 nog. De wasmachine is ook klaar. Even ze open doen. Voilà. Zo. Dus dat is een beetje zoeken, zeker als Enzo geweest is. Het is ook altijd wel wat. Wat hij ook zo klein is natuurlijk. En dan maakt hij ook geen rap vuil. Dus daarom is het eigenlijk dat je altijd wel een beetje op zoek toch bent. Naar alles en nog wat. Dus dit had ik al ingestoken. De potjes zijn thee. En zo, de potjes. Die zitten hier ook al in. Dus, ik had zijn kleertjes eruit gehaald. Die vuil waren uit de wasmachine die ze zeker moest hebben. Waar zijn die gelegd? Precies op bejaarden. Die zo rond op het kind als een bejaarde. Zo van niet meer weten waar je het hebt gedaan. Nu denken van waar kan het zijn. Ik dacht dat ik ze hier gelegd had. Leeg. Leeg. Zeer vreemd. Zeer vreemd. Dus als je het nog niet kan, eens kijken, ga nog eens zoeken. Zo, ben je helemaal klaar om te vertrekken naar de kindertuin. Dus, helm ligt daar nog, dus die hoeven we nu niet mee te nemen. Dus we zullen eens vertrekken. Eens knipjes hier uittrekken, de gsm nog mee pakken. Dat is ook wel heel belangrijk. De gsm. Voilà. Zo, en dan kunnen we stilletjes aan. Het is goed weer, dus we hoeven geen jas aan te doen. Zo. Voilà, we zijn aangekomen. De deur opmaken. Even nog wat kris, maar als het wat is, gaat het er die soort even aan doen. Om maar te laten zien, anders wil ik niet. Nu in de zetel en hij was nog wakker. Dus dat hij nog wakker was, is het t-shirtje nog aangedaan om een foto te maken. En nu gaan we hem helemaal krepel, krepel, krepel doen. Krepel, krepel, krepel. Ja. We staan hier nog steeds op dezelfde plek waar we net vertrokken zijn, dus heel grappig. Maar heel tof. De zon schijnt, dus wel warm genoeg. Dus ik kan je even hier op plaatsen. Ik ga nog een TikTok opnemen hier. Ik geef me altijd aan als ik hier sta.
Maar dat maakt mij niet uit. Even af. Goed kunnen zien wat ik heb gedaan, dus ik deed dus zo. Dit een vogel, zie je? Altijd roepen zo. Wat grappig. Mooi, hè? Zo. Voilà, we zijn weer nog terug thuis. Maar eens kijken hoe laat het is. Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.